Sinterklaas. Sinterklaas. Post, Piet. Ja, Sinterklaas. Het is een prachtige dag, hè? Ja. Mooi begin. Ik heb er zin in. Oh. En alles is klaar voor het mooiste feest van het jaar. Ah, nou, Sinterklaas, daar wilde ik het net over hebben. Oh. Lekker rijden met het paard op het dak. Nou, zoals het eruit ziet, kunt u straks alles, behalve het dak op. Hoe bedoel je? Nou, kijk, ik heb hier een brief. En in deze brief staat dat u op moet voor uw dakbewijs. Mijn wat? Uw dakbewijs. Kijk, het staat heel duidelijk in deze brief. Ik kan het wel even voorlezen. Moment, Sinterklaas, let op. Uw dakbewijs, heel belangrijk. Beste Sinterklaas, bla 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 bla. U moet dit dakbewijs halen. Zonder dit dakbewijs mag u niet op de daken. Dakbewijs? Ja, dat staat hier heel duidelijk. U moet het zo spoedig mogelijk halen. Examen doen. Vriendelijke groet, mevrouw Takjes. Examinatrice. Ja, staat recht. Post, Piet. Ja, Sinterklaas. Zeg jij maar tegen die mevrouw Takjes dat ik het een belachelijk idee vind. Maar Sinterklaas, meent u dat nou echt? Ja, natuurlijk. Er is elk jaar wel wat, Postpiet. Dan is mijn paard zoek, mijn mijter weg, mijn ring gestolen. Het gaat daar nooit in zoals ik zelf wil. Ah, daar zit wat in. Dag, Postpiet. Dag, Sinterklaas. Schijnpje, hey Boris. Het is echt het place to be hier op Curaçao, hè? Wat een vakantie. Ik wil nooit meer weg hier. Nee, Joris. We blijven niet op Curaçao. Dat is veel te lekker. En bovendien wordt er van ons verwacht dat we gemene plannen bedenken. Gemene plannen? Nou, nu nog niet, hoor. Want we hebben lekker vakantie. Oh, kijk, daar is hij. Dokter Brein, hij. Abbe loopt er rustig en vredig bij. Ja, maar dan is ze op de gemeenst. Ze is vast weer een gemeen plan aan het bedenken. Oh, een gemeen plan? Ja, het is weer Sinterklaastijd. Dan wordt ze altijd een beetje zenuwachtig. Ik wed dat as we speak... En nu dus? ...ze weer een gemeen plan aan het bedenken is om Sinterklaas dwars te zitten. Nou, de gemeene plan, dat laat ze nog maar even lekker in die koker van haar zitten... ...want wij zijn aan het genieten van de vakantie met een cocktail. Zijn er nog klokken die gerepareerd of schoongemaakt moeten worden? Nee, pendulepiet, die zijn er niet. Ga maar weg. Nou zeg. Volgens mij is hier iets aan de hand. Nee, er is helemaal niks. Nou, laat dan eens horen wat voor leuke nummers je geschreven hebt. Dat is het hem nou juist. Ik krijg helemaal niets op papier. Ik heb geen leuke melodietjes in mijn hoofd, geen leuke teksten. Helemaal niks. Oh, dat is ook niet cool. Nee, vertel mij wat. Weet je wat volgens mij het probleem is? Voor problemen moet je niet bij mij zijn. Ik ben alleen maar voor het schoonmaken en repareren van klokken. Je moet echt naar Sinterklaas. Sinterklaas heeft het veel te druk. Die heeft geen tijd voor mij. Tuurlijk wel. Maar je moet wel opschieten. Want Sinterklaas gaat zometeen naar zijn examen toe. Terwijl ik eigenlijk van mijn voornaam Diego heet. En nu zou ik het zo leuk vinden als alle kinderen me voortaan gewoon bij mijn voornaam zouden noemen. Net als alle pieten hier. Diego. Maar Diego... Doe niet zo mal. Ja, maar Sint, het is zo leuk om gewoon bij mijn voornaam aangesproken te worden. Diego. Dat komt vanzelf goed. Weet je wat? Als jij nou eens een buitengewoon aardig nieuw liedje gaat schrijven. En dan laten we iedereen zien dat jij, Diego, de muzikaalste Piet van Nederland bent. Meent u dat, Sint? Ja. Ik ga gelijk naar mijn muziekkamer en ik ga een liedje voor u schrijven. Het beste liedje ooit, Sint. Ha. Jongen, ik liep net even te denken, hè? Ja, ik zag u al lopen en ik dacht... die is vast weer een geheim plan aan het bedenken. Natuurlijk. Alleen,
Ik kan niks bedenken. U kunt niks bedenken? Ieder jaar weer proberen we die irritante Sinterklaas een hak te zetten. En ieder jaar mislukt het weer. En heeft u ook geen inimini ideetje? Ik ga papi bellen. Zou u dat nou wel doen? Lieverd, geeft die meneer even een handje. Mama moet werken. Maar die meneer is Sinterklaas. Dag, Chris. Kom op, spelen. Yes! Het is Chris toch een alleraardigst joch. Ik neem aan dat u alle kindjes alleraardigst vindt, Sinterklaas. Trouwens, hoe weet u dat mijn zoon Chris heet? Mevrouw, het grote boek. Daar staan toch namen in? U heeft heel wat belangrijkere dingen aan uw hoofd dan dat boekje. Boekje? Het grote boek, dat is het belangrijkste wat er is. Zonder dat grote boek is er helemaal geen Sinterklaasfeest. Nou, Sinterklaas, niet zo dramatisch. Dramatisch? Ik vind het gewoon onzin, dat dakbewijs. Sinterklaas, regels zijn regels. Kom op, het dak op. Hop, hop. Mevrouw, doet u wel voorzichtig? Voorzichtig? Voorzichtig, u denkt toch niet, Sinterklaas, dat ik niet geschikt ben voor mijn beroep? Ja, jawel hoor, u moet natuurlijk wel. Ik moet helemaal niks, Sinterklaas. Als u zo nodig als Sinterklaas over het dak wil lopen op uw leeftijd om als goed heilige man cadeautjes in de schoentjes van kinderen te stoppen, dan moet dit toch echt. Maar ik ben toch echt de enige die over de daken gaat. Sinterklaas en de kerstman dan? Ik zou niet willen dat jullie tegen elkaar opbotsen. De kerstman die komt later. De kerstman komt tegenwoordig steeds eerder. En u komt tegenwoordig steeds eerder. En voor je het weet hebben we ruzie met de paashaas. Paashaas? Sinterklaas, u hoeft het ook allemaal niet te doen. Dan zet ik gewoon een streepje bij, gezakt. Oh, nee, Diana. Ik doe het wel. Diana. Sinterklaas. Ik ben in functie, mevrouw Dakjes. Met Diana. De kelder ligt weer helemaal vol met cadeautjes. Oh, wat hebben wij dat weer fantastisch voor elkaar gebokst, hè, premier Piet? We hebben het helemaal voor elkaar, juffrouw Pita. Tjonge, wat zal Sint in zijn nopjes zijn als hij zo thuis komt? Ik denk dat hij helemaal in zijn nopjes is. Nou, premier Piet, zonder de bezielende leiding van juffrouw Pita hadden we het nooit op tijd klaargekregen. Ja, pakjes, Piet. Verwachten wij nog meer pakjes, cadeautjes en zo? Niet dat ik weet. Cadeautjes? Verrassinkjes. Surprisetjes. Surprisetjes? Huh? Ja. Waar? Daar. Dat staat niet in mijn planning. Kindje lievertje, daar ben ik dan. Je had op me gerekend, hè? Zeg, kun je even wat pitjes regelen? Dan kunnen ze de spullen voor me uitpakken. Nou, Sinterklaas, dat valt me niet tegen. U kunt echt heel aardig, ondanks uw leeftijd, over dat dak lopen. Ja, mooi. Ja, ik heb het natuurlijk al eens gedaan, hè? Zo, klaar. Ja, nee, Sinterklaas. De internationale dakregels schrijven voor dat u voor het dakbewijs om deze pionnetjes heen moet in 60 seconden. En ik hou daarop toezicht. Moet dit echt? Beetje vreemd zonder mijn pieten en de cadeautjes zonder mijn paard. Sinterklaas, concentreer u nou gewoon op wat u moet doen. Uw tijd gaat nu in. Met mevrouw Dakjes? Oh, ja, dat is een beetje lastig. Ik heb mijn agenda hier niet bij me. 1:30? Hallo? Wacht even. Sinterklaas, ik ben even bezig. Wacht even, als we dan de Deventerse dakdekkers naar 1:30 verschuiven, dan kunnen de Schorelse schoorsteenvegers naar 1:30. Ja. Sinterklaas, u ziet toch dat ik bezig ben, hè? Ja. Dan sla ik de lunch gewoon een keertje over. Jij regelt het verder? Prima. Nou. Sinterklaas? Sinterklaas, bent u nou gewoon tijdens uw examen weggelopen? Mama, Sinterklaas is van het dak gevallen!
Ja, dat ook, ja. Voorzichtig, hoor. Voorzichtig, dat is echt de kunst. Oh. Ja, de telefoon, oh, die kan meteen... Dat is mijn telefoon. Die kan meteen naar het atelier, hè. En aansluiten. Ach, ja. Tante Til heeft wel veel leuke spulletjes bij zich. Oh, leuk, leuk. Het is maar wat je leuk noemt, zeg. Nou, juffrouw Pieter, je hoeft niet zo geïrriteerd te doen, hoor. U wist toch dat ze kwam? Nee, helemaal niet. Ze komt gewoon aanrijden met dat grote roze ding en begint alles uit te laden. Maar ze had u een brief gestuurd. Brief? Welke brief? Ik heb helemaal geen brief gezien. Ah, en zo terug. Oh, en denken jullie erom dat mijn schildersezel in de goede hoek komt te staan, hè? Vanwege de lichtinval. Oh ja, die verf moet ook mee. Ik moet die hele saaie kelder nog roze gaan schilderen. De hele kelder roze schilderen? Til, neem me niet kwalijk. Ik vind veel goed, maar dit zint me toch echt niet, hoor. Malle Pieter. Natuurlijk zint dat jullie niet. Maar ja, Sinterklaas vindt het prima, 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 hè? Die is helemaal dol op mijn kunstige schilder. En ja, zonder een goede roze omgeving kan ik mij niet concentreren, hoor. Ja, maar daar moet ik Sinterklaas dan toch echt even over bellen, hoor. Ah, ik zag net de telefoon die kant op gaan. Bellen? Nou, dat moet je dan vooral doen. Ah, juffrouw Pita. Dit is die brief van Tante Til. Die was ik vergeten. In deze brief staat precies dat Tante Til hier een tijdje komt wonen... omdat er gewerkt wordt aan haar atelier. Zie je nog wel? Je wist het wel. Sinterklaas, ik sta te springen in mijn tuigje. Welkom in ons ziekenhuis. We zullen goed voor u zorgen, hoor, Sinterklaas. Moeten we nog iemand voor u bellen, informeren over wat er gebeurd is? Oh, misschien dat iemand het kasteel even zou willen bellen. Ja, natuurlijk. U krijgt de beste zorg die je maar kunt bedenken. Ja, kan die niet naar de speciale afdeling? Ja, dat kan. Volgens mij is er nog een bed vrij in de kamer van Brummelen. Och, nou, dan gaat hij daar naartoe. Oh, Sinterklaas, mijn hartklepperjuiger. Maak u zich maar geen zorgen, hoor. Alles komt goed. We zien u straks op de kamer. We zijn er bijna, hoor. Sinterklaas, ik hoor dat u ons komt verblijden met een bezoekje. Verblijden is een groot woord. U bent... Mijn naam is dokter Ferdinand. Pijn in mijn arm. Nou, Sinterklaas, dat zullen we dan toch onderzoeken, zometeen. Oh, is dat niet mijn telefoon? U weet toch dat er in het ziekenhuis niet met mobieltjes gebeld mag worden? Ik zie u zo meteen. Sinterklaas is van het dak gevallen. Wat zegt Sinter... u? En momenteel is hij in het ziekenhuis. Maar dan moet ik naar hem toe. De bok. Waar gaan wij naartoe? Waar wij naartoe gaan, weet ik niet, commissaris, maar ik ga naar Sinterklaas. Het is toch wat met jou, de Wok. Altijd maar bezig zijn met die Sinterklaas. Als je nou eens al die tijd aan je werk zou besteden in plaats van aan die man. Nou. Nee, we gaan het dit jaar eens anders doen. Je gaat je eigen werk doen en niet steeds met Sinterklaas bezig zijn en... En dat geldt ook voor jou, Jankers. Tuurlijk, ja, nee, ja. Commissaris, Sinterklaas! Nee, de Wok, je hebt toch gehoord wat ik heb gezegd? Dus... Aan je werk. Denk om de bloeddruk. En jij gaat onmiddellijk de bok helpen. Belachelijk gedoe hier altijd over die Sinterklaas. Een clown is het. Een oude bok. Sorry? En ga onmiddellijk boeven vangen of zo. Jongens,
Jongens, luister eens. Ik heb verrukkelijk nieuws. Oh, Sjijmpje, hij, maar wat dan? Oh, je zult het niet geloven. Maar Sinterklaas... Sinterklaas is van het dak gelazerd. Oh, echt waar? Ja. En is die nu dan... Nee, hij ligt gewoon in het ziekenhuis. Wacht eens even. Dat is het. Ik heb het geniaal. Ik ga meteen Poppy bellen, want die moet even iets voor me doen. Maar Sjijmpje, wat moet hij doen dan? Ja, dat vertel ik jullie nog wel. Jullie gaan meteen de koffers pakken, want we gaan linea recta terug naar Nederland. En dan maak ik voor eens en voor altijd korte metten met Sinterklaas. Juffrouw Pita. Oh, wat is dat? Dat is een roze bus verven, mevrouw Pita. Voor Til? Ja, voor tante Til. Jij werkt toch niet voor tante Til, hè? Nou, het was zo... Hallo. Hoost, wacht. Roze bakpapier? Ja, heeft tante Til voor ons geregeld. Mooi, hè? Maar dat is toch geen Sinterklaas? Roze bakpapier, jongens. Zijn jullie nou toch helemaal gek geworden? Maak dat je wegkomt. Vooruit. Hup, 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 weg. Juffrouw Pita. Ja? Er is telefoon voor u. Een roze telefoon? Ja. Nou ja, ik krijg helemaal geen verbinding. Ach, Sinterklaas, what the heck. Ik vind het zo geweldig om met u een kamer te delen. Ja, ja. Maar ik had eigenlijk toch wel wat anders te doen. Oh, wacht maar tot u ziet wat voor lekkers ik voor u onbedekentje heb. Nou ja, maar van Brummelen. Ja. Dat mag toch helemaal niet in het ziekenhuis? Maar de dagen zijn niet zo lang, hè? Ja. En je moet wat? 51, heb je dat? Dank je wel. Volgende. Zo. Even draaien. Til, waar ben je nou weer mee bezig? Oh, Pita, schatje. Dat zie je toch. Die pakken die arme Pietjes moeten dragen zijn zo passé. Nee, dat is juist mooi, dat blauw. Gekke Pita. Oh, iedereen weet toch dat roze het nieuwe blauw is, hè? Hoe bedoel je? Wacht, ik geef je wel eventjes een voorbeeldje. Waar is ze? Pietje, kom eens op. Kijk, nou. Oh, maar op. Oh. Je vindt het mooi, hè? Geweldig. Pieter, we gaan jullie allemaal in het roze steken. Pieter vindt het ook. Juffrouw Pieter. Ze is even bezig. Maar het is belangrijk. Op deze telefoon. Nee. Die wordt niet roze. Daar gaat het nou even niet over. Sinterklaas ligt in het ziekenhuis. En voordat ik het door had, viel ik zo van het dak. Wat heeft u een mazzel gehad, Sint? Ja, ja. Maar nu krijg ik tenminste een fruitmandje. Ach, fruit of geen fruit. De volgende keer vraagt u gewoon om fruit voordat u naar beneden sodemiet. Enige fruit wat jij lust is... oud fruit. Zeg, Diego. Ja. Zou jij niet eens wat gaan schrijven? Schrijven? Oh, ja. Het liedje. Ik ben alweer zin. En, Diego? Ja, Sint? Zeg maar tegen iedereen dat het goed met me gaat. Dat zal ik doen. Mijn Sinterklaas, mijn planning. Wat? Ik kan alles nu wel weggooien. Oh, rustig maar. Voordat je het weet, zit ik wel op mijn paard. Maar niet te snel, hè, Sinterklaas. We hebben het zo gezellig. We hebben het zo gezellig. Jij altijd gezellig, 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 gezellig. Piet, het is nu wel genoeg geweest. Sinterklaas moet rusten. Oké. Dag Piet. Dag Sinterklaas. Zo, Sinterklaas. Nu is het tijd voor u en voor mij. De voetballetjes hebben ook weer gewonnen, hè?
En het heeft gesneeuwd aan de andere kant van de wereld. Zo. Oh, kijk nou, dat is een klein babytje geboren. Til. Afblijven. Deze krant is zwart-wit. Dat is die altijd geweest. En dat zal die altijd blijven, zwart-wit. Maar dat is het helemaal niet. Sinterklaas. Ja, daar blijf jij helemaal vanaf. Dat zou mooi worden, zeg. Je bent toch niet helemaal knots geworden? Luister nou naar wat ik zeg. Hier. En kijk naar deze pagina. Hier is nieuws van Sinterklaas. De toestand van Sinterklaas is verslechterd. Er komt een persconferentie. Punt. Dat is vreemd. Daar moet ik onmiddellijk naartoe. Dat dacht ik dus niet, de Bok. Maar het gaat slecht met Sinterklaas. Ja, en het gaat ook slecht met al die dossiers die hier op je bureau staan en nog steeds niet verwerkt zijn. De Bok, als ik merk dat jij binnen 1 meter van die cadeautjes gek in de buurt komt, dan zijn er gevolgen voor de Bok. Kan je het mee doen? Hij kan de boom in. Sinterklaas is mijn vriend en ik ga nu naar hem toe. Het is wel druk, zegt Perspiet. Komt iedereen nou luisteren naar wat Sinterklaas te vertellen heeft? Ja, natuurlijk. Als Sinterklaas iets te vertellen heeft, is het altijd druk. Ga je dan maar zitten, hè? Goedemiddag, dames en heren. Hallo. Hé, hey, Jeroen, leuk. Albert, hallo. Welkom bij een extra uitzending van SBSS Shownieuws. Ja, van harte welkom. En vandaag gaan we het hebben over, nou, ik denk wel een van de grootste kindervrienden van Nederland. Ja, dus het gaat helaas niet over mij. Dat kan duidelijk zijn. Ik ben ook een grote kindervriend, hoor. Maar het gaat over Sint-Nicolaas. Het is namelijk zo, Maureen. De kranten staan er vandaag helemaal bol mee met deze goedheilig man. Want wat heeft deze man een tijd achter de rug. Ja, wat is er precies gebeurd? Nou ja, eigenlijk is het een heel spannend verhaal. Het is namelijk een mevrouw, Diana Dakjes. En die heeft per ongeluk onze goedheilig man van het dak afgegooid. En wat is er nou gebeurd? Als gevolg daarvan is hij in het ziekenhuis beland. Maar hoe kan je nou iemand per ongeluk zo... Hop, daar ging de goedheilig man. Maar het komt toch wel weer goed, hè? Bekend is geworden dat hij vandaag een persconferentie gaat geven. Buitengewoon geestig. Zoveel bezoek, hoor. Ja, ik vind het wel aardig. Het lijkt wel pakjesavond, hè? Dokter Ferdinand, wat was nu precies de bedoeling? O ja? Ja. Zoals u weet heb ik een klein ongelukje gehad. Overigens... Niks ernstigs, hoor. Ik heb mooi even de tijd hier in het ziekenhuis om eens even rustig te kunnen nadenken. Vooral mijn grote boek bijhouden. Ja, zonder mijn boek. Ach, het is een hele klus. Ik word ook een dagje ouder en ik, ja... Sinterklaas, doe maar. Ja, ik... Ja. Lieve mensen... Ik stop. Ik stop ermee. Ik kan geen Sinterklaas meer zijn. Ik besef me dat dit besluit na zoveel jaar niet zo leuk is. En omdat ik alle kindertjes... niet teleur wil stellen, heb ik een heel lang gesprek gehad met de uiterst vriendelijke dokter Ferdinand. En wij hebben samen een uitstekende oplossing bedacht. Lieve kinderen, papa's en mama's, opa's en oma's en natuurlijk de hele Nederlandse pers. Ik presenteer u mijn opvolger. Welkom in Nederland. Wat alleraardigst van u dat u zomaar bent gekomen om voor alle kindertjes
de nieuwe Sinterklaas te willen zijn. Sinterklaas. Lieve Sinterklaas. Mensen van de pers. Jullie kennen mij natuurlijk voornamelijk door mijn boevenstreken, maar ik heb mijn leven gebeterd. Echt waar, ik heb mijn straf uitgezeten en ik ben echt een ander mens geworden. Ik wil er nu helemaal zijn voor alle kindertjes. En voor alle mensen die Sinterklaas een warm hart toedragen. Zodat zij mij misschien later ook een warm hart toedragen. Dokter Brein. Ja. Uw woorden roeren mij. U bent een waardig opvolger. Cornelia Maria Petronella Brein. Hierbij overhandig ik u mijn allerbelangrijkste bezit. Het grote boek. U weet toch wel dat hier alle namen in staan. En veel informatie. Ja. Met dit boek heeft u alles in handen om een nieuwe Sinterklaas te zijn. Dank u wel, Sinterklaas. Ja, ongelooflijk. Wie is die dokter Brein eigenlijk, Gerard? Ja, ik moet je zeggen, ik ben nog steeds een beetje overdonderd. Want wat hier natuurlijk allemaal gebeurd is... Ja, die dokter Brein is volgens mij helemaal niet zo heel erg lief. Nee, maar ja, als Sinterklaas haar toch tot zijn opvolger heeft benoemd... dan zal het toch wel goed zijn? Nou, ik heb zo mijn twijfels, maar we gaan nog één keer terug naar de persconferentie... waar Sint-Nicolaas alle vragen beantwoordt. Ik zal nog enkele vragen beantwoorden. Ja, Sinterklaas! Sinterklaas, één hele belangrijke vraag. Waarom dokter Brein, waarom een vrouw als nieuwe Sinterklaas? Ja! Nou, dat lijkt me nogal duidelijk, hè? We worden al jaren geregeerd door een vrouw, dus... Heel goed. Volgende vraag. Maar dokter Brein is toch altijd gemeen tegen u geweest? Ja, dat is wel zo. Nu ik erover nadenk... Tot zover. Dames en heren, Sinterklaas moet rusten. Sinterklaas. Sinterklaas moet rusten. Jongens, wat is dit? Wat is er gebeurd? Ik weet het niet, ik weet het niet. Het kan toch niet zo zijn dat Sinterklaas zomaar is gestopt? En dat hij zijn functie heeft overgedragen aan dokter Brein? Ik weet het niet, maar ik kreeg wel een heel naar gevoel van binnen. Alsof ons laatste uur geslagen heeft. Mam, moet die vrouw nu ook een test doen op het dak? Ja. Ja, als goedheilig vrouw met de paard het dak op gaat, dan moet ze natuurlijk ook gewoon een test doen. Maar misschien gaat ze wel met de motor. Met de scooter. Misschien heeft ze al gewoon een rijbewijs. Tja, het is toch ongelooflijk, hè? Triest en onverwacht, commissaris. Zeg, Jankers. Ja? Heb jij de bok gezien? Die heb ik op een buurtonderzoek gestuurd. Nou, buurtonderzoek? Ja. Even bellen. De bok? Ja, maar de commissaris. Zeg, waar ben je? Ik sta momenteel bekeuringen uit te delen in het centrum. En ik zie je bij een persconferentie van Sinterklaas. Wat zegt u, commissaris? Je bent nu op tv! Maar nu ben ik er zat, de bok! Ik heb je verboden om er enigszins bezig te zijn met Sinterklaas. Je bent ontslagen! Dokter, heb ik er nou wel goed aan gedaan dat dokter Brein nu de nieuwe Sinterklaas is? Het is allemaal uitstekend voor elkaar, Sinterklaas. Ja? Oh. Ja. U wilt vast nog wel een pilletje. Oh. Ja. Ja, dokter Brein is wel een aardige vrouw, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Ik wil graag weer naar mijn kamer. Dank u wel. Hij heeft een paard en een mooie witte baard.
Sinterklaas. Hey, agent de Bok. Hey, de Bok. Ja. Wat loop je nou te mokken, man? Ik weet het allemaal niet meer. Nou, dat is ook niet positief. Wel een beetje positief blijven. Het is prachtig mooi weer. En ik krijg eindelijk op papier wat ik op papier moest hebben. Maar waar ben je mee bezig dan? Met een nieuw lied voor Sinterklaas. Wordt best tof, al zeg ik het zelf. Hey, ik dacht, als ik nou een lied ga schrijven... Nou, daar zou ik echt niet zo positief meer over zijn, hoor. Waarom niet? Sinterklaas? Die is Sinterklaas niet meer. Hoe bedoel je? Sinterklaas ligt hier in het ziekenhuis... en heeft al zijn taken overgedragen aan dokter Brein. Dokter Brein? Maar dat klopt mijn hele lied niet meer. Dokter Brein heeft geen witte baard. Maar nog wel een paard. Ze heeft een paard... maar geen witte baard. Dokter Brein. Nou jongens, we zijn er bijna. Schuim jij, dokter Brein. Dus nu gaan we eindelijk op dat kasteel wonen. Ja, leuk, hè? Geniaal, u bent meesterlijk slim. Ja, ik ben inderdaad meesterlijk slim. En ik ben nu Sinterklaas. Geweldig. Oh, dan gaan we op dat kasteel wonen. Gezellig met al die zwarte pieten en... Nee, uilskuiken. Voor die lui heb ik nog een heel speciale verrassing in petto. Het kan toch niet helemaal de bedoeling zijn, hè, juffrouw Pita? Nee, niet helemaal, nee. Dokter Brein heeft het kasteel overgenomen, het kasteel! Ja, en die gemene Joris en Boris, die waren erom aan het lachen. Ja, zij is nu Sinterklaas en dan is zij ook de baas. Ja, maar juffrouw Pita, toch niet over ons? Nee, niet over ons. Nee, wij blijven onze eigen baas. Ik zorg voor ons. Over baasjes gesproken, waar is premier Piet? Die is de sleutel aan dokter Brein aan het geven. We hebben geen post meer. En we hebben geen pakjes meer. We zijn alles kwijt. Schuimpje, hè, dat ik dat nog mag meemaken. Dokter Brein als Sinterklaas. Ja, allemaal prima. En die misselijkmakende pieten verlaten ook eindelijk mijn terrein. Gelukkig wel, zeg. Ik dacht dat ze als een stelletje hangjongeren hier voor de deur zouden blijven hangen. Maar dokter Brein, hoe zit het nou met Sinterklaas? Maak je daar maar geen zorgen over. Die ligt in het ziekenhuis. En die is in bijzonder goede handen. Jongens. Wat nu, juffrouw Pita? Nou ja, we hebben in ieder geval een plek om te wonen. We hebben helemaal niets. We kunnen ook helemaal niets. Alle spullen zijn nu van dokter Brein. Wij zijn het kasteel uitgezet. Maar we hebben elkaar toch nog? Ja, ja. Maar heb je gezien hoe we erbij zitten? Ja, nou ja. Ik wist toch ook zo gauw niet hoe ik iets anders moest regelen? Nee, dat vond ik ook wel fijn, maar... Wij zitten hier te verkleumen. En zij zit in ons kasteel. Ja. Ja, dat is waar, ja. Tikkeltje naar rechts. Ik zei tikkeltje. Stukje terug naar links. Oh, 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 terug. Rechts, rechts. Meer naar rechts. Klein beetje naar rechts, naar rechts, naar rechts. Ietsje hoog. Ja. Ah, dat is hem. Zeg,
Jongens, jullie hebben er toch wel aan gedacht om het hele kasteel grondig te doorzoeken, hè? Dat er niet ergens nog iemand verstopt zit. Nee. Ja. Nee. Nee. Ja. Jongens! Maar ik ben wel in de inpakkamer geweest en er hadden blokkendozen en brandweerwaren en poppetjes waar je mee kon spelen. Oh, en uit je mond! Oh. We gaan het meteen doen, dokter Brein. Nee. Ja. Weg! Vanavond hoeft u even niets, dus rust maar lekker uit. Denk maar even aan iets prettigs, voor u straks uw ogen sluit. Beleef de mooiste dromen, door de ogen van een kind. Laat de rust nu eindelijk komen. Slaap lekker, lieve Sint. Er gebeurt al zoveel om u heen, misschien wel veel te veel. Denk maar aan die lieve kindjes, want die missen u zoveel. Elke avond zingen zij voor u, die een ieder zo. Slaap lekker, lieve Sint. Laat het werk maar aan ons over, aan uw Pietenclub en mij. Want we slaan geen schoentje over, we gaan aan geen huis voorbij. Zorgt u nou dat u beter bent, voordat het feest begint. Slaap lekker, lieve Sint. Ja, u kunt op mij vertrouwen. Slaap lekker, lieve Sint. Kunt u niet slapen, Sinterklaas? Jawel, ja, ja. Ik had een droom. Ah, nachtmerrie? Nee, nee, dat niet. Het was juist een hele mooie, fijne droom. Ja. In de toekomst zult u wel vaker mooi dromen. Nu u zoveel vrij bent en met pensioen bent. Ja, pensioen. Ja, daar heb je wel gelijk in. Een beetje rust. Dat is ook wel lekker. Slaap maar lekker, Sinterklaas. Oh. Premier Piet! Ja. Wat ben je toch allemaal aan het doen? We hebben een probleem. Ja, het was me wel duidelijk. Nee, het is nu een heel ander probleem. Wat nu weer? Tante Til is er niet. Hoezo Tante Til is er niet? Ik kan haar niet vinden. Maar dan is ze nog in het kasteel. Kijk, jongens, hier is ook helemaal niets. Oh, ja, shimpie, hij. En dan moeten we dus al die kamers in het kasteel onderzoeken, omdat ze denkt dat er misschien nog wel iemand is. Nou, er is helemaal niemand. Als dokter Brein wil dat wij dat doen, dan doen wij dat gewoon. Oh. Ja. En zoals ik al zei, er is toch niemand in dit kasteel. Nee, dat zei ik toch ook al, er is helemaal niemand. Maar we moeten dus ook nog naar de pepernotte opslagkamer en naar het pietenmagazijn. Ja, ja, en vooral. Ja, schiet nou maar op. Au, dat doet zeer, hoor. Wel alle penselen in een pot van nis. Wat moet ik nu? Juffrouw Pieta, juffrouw Pieta, we hebben een probleem. Nog één? Houdt het dan nooit op? Blijkbaar de pendulepiet nergens te vinden. Oh. Zou die misschien dan ook? Oh, ik schrok me helemaal crazy gek. Sorry, tante Til, maar toen ik bezig was met het schoonmaken van deze penduleklok en ik zag wat er gebeurde in het kasteel, dacht ik moet me verstoppen.
Ik kan mijn klok erop gelijk zetten dat er iets niet klopt. Je blijft verder met je tengels van die klok af. We hebben hier een probleem op te lossen, ja. We moeten proberen om in contact te komen met de buitenwereld. Ja. We moeten proberen om Sinterklaas te waarschuwen. Ja. Of Pita. Nou, moet dat? Hallo. Pieter, wat doen jullie hier? En wij gaan naar Sinterklaas, zoals gepland. Sinterklaas heeft rust nodig. Ja, maar we mogen toch wel even naar Sinterklaas toe? Nee, jongens, nee. Sinterklaas heeft zijn rust en zijn pillen nodig. En jullie moeten nu weg. Maar we kunnen toch gewoon wel even naar Sinterklaas om... Die man onder druk zetten. Terwijl hij gewoon op is. Dat heeft hij zelf ook gezegd. Ik zal de beveiliging melden dat jullie niet meer mogen komen. Oh. Het is gewoon schandelijk zoals je je gedraagt. Ga terug naar je tentenkamp. Oh ja. Ja? Je zoon zit lekker te spelen, hè? Ja. Ik heb nu geen tijd. Sinterklaas, hij is eindelijk weer wat rustiger. Hoe bedoelt u dat? Nou, hij was de afgelopen dagen zo onrustig. Hij heeft namelijk al die tijd zijn schoentje gezet. En hij heeft prachtig gezongen Sinterklaas. Wortel erin, water erbij. Heeft er helemaal niks in gekregen. Maar die nieuwe Sinterklaas... Die nieuwe Sinterklaas is helemaal niet bij ons geweest. Die nieuwe Sinterklaas is volgens mij ook helemaal niet bij alle andere kindjes geweest. En misschien moet die nieuwe Sinterklaas nog een beetje wennen, Sinterklaas. Maar alle kinderen zijn ontzettend teleurgesteld. En ik heb die moeders gesproken. En de kindjes hebben echt allemaal prachtig gezongen. Worteltje allemaal, water erbij. Heel zielig, al die lege schoentjes zonder cadeautjes. Oh, Sinterklaas. Ik hoor u daar helemaal niet mee lastig te vallen. Maar dat is helemaal niet erg. Sorry. Nee. Kom op, Chrisje. We gaan... Heb jij, meneer, even een handje? Dag, Chris. Sorry, Sinterklaas. Ja. Kom op. Moeten we nog wat drinken, meneer de Bok? Nou, doet u maar een dubbele oranje. Met een rietje. Zo, met ijs? Nee. Nou, vertel verder. Ik vind het zo spannend. Nou, als er niks spannends aan, ben ik gewoon mijn baan kwijt. Nou, dat is toch niet voor te stellen? Ja, als die gewoon geluisterd had. Ach, hou je er buiten. Oh, arme agent. Zo, u weet wel de aandacht vast te houden van de dame. Ah, de Bok, hier zit je. Pieter, door jullie is hij zijn baan kwijt. Door ons? Bemoeit u zich met uw eigen zaken, ja? Kom maar hoor. Wat een rare vrouw, hè? Jongens, de commissaris heeft me ontslagen. Echt waar? En hoe voel je je nu? Wat gaat er nu door je heen? Heb jij een pen? Perspiet, nu even niet. We hebben geen tijd voor een interview. We hebben de Bok nodig. Nodig? Ik mag niets meer doen. En toch hebben we je nodig, de Bok. Ja. Er is iets mis met Sinterklaas. Echt? Oh, verschrikkelijk mis, de Bok. Maar wat dan? Nou, ik heb alles opgeschreven en alles onthouden. Het begon in het ziekenhuis, toen hij zijn dakbewijs moest. Toen heeft hij ons het ziekenhuis uitgegooid. En hij zei dat we maar terug moesten naar ons tentenkamp. Wonen jullie in tenten dan? Ja. Maar hoe weet hij dat dan van dat tentenkamp? Nou, dat hebt hij toch verteld? Psst. Kijk, dat is het hem nou juist. Dat kan hij helemaal niet weten. Nee, want Pita en de premier Piet houden dat heel, heel, heel erg geheim. Ja, de kinderen in Nederland mogen toch niet weten dat wij in een tentenkamp wonen? Jullie hebben gelijk. Hoe weet die dokter Ferdinand dat dan? Dit is verdacht. Zeer verdacht, als je het mij vraagt. En in welke kamer ligt Sinterklaas? Op de tweede verdieping, het vierde raam daar. En wat gaan we nu doen? Nou, wij hebben gezien dat dokter Ferdinand ieder uur naar buiten komt om een telefoongesprek te voeren. Daar, daar is hij! Pak hem. Wat is nu de planning? Nu moeten we erachter zien te komen wie die man is. Ah!
Ja, wat moeten jullie? Wij wilden heel graag de nieuwe Sinterklaas even spreken. Goed, goed, goed. Ik ga wel even kijken of Hare Heiligheid aanwezig is. Nou, maar kleine kans dat u haar te spreken krijgt, hoor. Want dokter Brein, of Sinterklaas, hè, die praat niet met de gewone Zwarte Piet. Nou, dat zal toch niet? Dat zal toch niet? Dat zal toch zeker wel. Je denkt toch zeker niet dat hij hier naar de deur toe komt? U wilde mij spreken? Nou, u begint wel steeds meer op de echte Sinterklaas te lijken. Pieter, wanneer begrijpen jullie het nou eindelijk eens een keer? Ik lijk niet op Sinterklaas. Ik ben Sinterklaas. Ja, daar wilde ik het nou net even met u over hebben. Jij wilde mij toch geen tips gaan geven, hoop ik? Nee. Nee hoor, ik wou wat u attent maken op zaken zoals dat de kinderen dus verwachten dat de cadeautjes komen en snoepgoed in de schoenen en dat dan uw taak is om dat nu te verzorgen. En de wortels? Daar moet u ook aan denken. Doe toch niet zo achterlijk, zeg. Je dacht toch zeker niet dat ik die stomme dingen ga doen? Cadeautjes. Cadeautjes. Juffrouw Pita, dit belooft niet veel goeds. Ah, dokter Brein. En wat had het vervelende Pietermens nou precies te melden? Nou ja, zeg. Die had het belachelijke idee dat ik cadeaus moet gaan weggeven. Dat ik iets moest doen met een wortel of zo. Belachelijk. U kunt wel wat beters doen van het geld van Sinterklaas. Ja, dat dacht ik wel, ja. Ja. Heel dure dingen kopen. Oh, luxe feestjes geven. Oh. Wacht eens even. Aangezien ik nu Sinterklaas ben, gaan wij een van de beste vrienden van Sinterklaas bezoeken, namelijk de juwelier, Govert Glinster. Come on, boy! Tante, dit is niet goed, hè? Verroest! Dat mens wil alleen maar een beetje leuke dingen voor zichzelf doen. Ja. Hoor ik daar geen paardenhoefjes? Trippeltrap. Dat is dokter Brein in de koets. We moeten de Pieter waarschuwen over wat ze van plan is. Snel, die kant op. Spijt me dat je bent ontslagen, jongen. Spijt me. Geef niks, inspecteur. U moet me helpen. Wat? Ik heb hier de foto van de arts die Sinterklaas behandelt. Van de arts, ja. Zoek uit wie hij is en waar hij vandaan komt. Ja, goed, goed, goed. Wegwezen voordat hij komt. Wegwezen. Ik ga gelijk aan het werk, de bok. Ik ga gelijk aan het werk. Denk je, de bok. Heel goed. Altijd eerst nog denken. Glinster, wat bent u een geweldige juwelier. Wat heeft u een mooie sieraden. Ach, Sinterklaas, dat hoort bij mijn vakken. Heeft u niet ook nog iets met meer steentjes en glitter? Grote diamanten of zo? Wat dacht u? Hiervan. Werelds, werelds, die wil ik. Kijk eens, jongens. Sinterklaas, ik moet er wel even bij zeggen. Is het niet goedkoop? Met de creditcard van Sinterklaas. Geen probleem. Oh. Misschien moet ik dan ook even nog deze laatste. U weet wel hoe u een vrouw moet verwennen, hm? Hebt u wat te doen vanavond? Afgrijzelijk. Dat mens is gewoon weggegaan en heeft de deur op slot gedaan. Maar dan zitten we opgesloten.
Ja. Boven in het kasteel. Ik kan deze kant op kijken. Oh, joh, maar dat is Pendulepiet. En ik zie Til. Jo, Til. Oh, volgens mij zien ze ons. Ik versta er geen zoe van. Ik begrijp jullie niet. Ik geloof niet dat ze ons verstaan. Ik kan het niet verstaan. Wat doe je, kindje? Ik weet anders ook niet meer. Maar ik wel. Ik weet het. Briljant. Kom mee. Jankers, wat zijn we aan het doen? Check, boeven. Is dat zo? Laat eens even zien. Alsjeblieft, commissaris, alsjeblieft. Maar dit is dokter Ferdinand, een hele beroemde arts. Echt waar? Volgens mij ben jij bezig met de Pox-Sinterklaas-dingetjes. Dat is niet... Jankers, wil jij soms ook een andere baan? Een gladdertje razen hier. En een gladdertje razen daar. Schiet nou toch op. We hebben helemaal geen tijd voor dat artistieke geneuzel. Stil! Ik zit midden in een creatief proces. Ik heb nog eens haast ook. Ja, maar ze komen... Mondje dicht, volgende doek. Kladdertje razen hier. Schiet er toch op, dan komen ze terug. Sinterklaas. Chris, wat doe jij nou hier? Ik weet wel dat er een andere Sinterklaas is, maar ik wou even wat zeggen. Wat dan? Sinterklaas, ook al bent u dan geen Sinterklaas meer, voor mij blijft u altijd de echte Sinterklaas. Ook al krijg ik geen cadeautjes meer. Geen cadeautjes? Nee, Sinterklaas. Al mijn vriendjes en vriendinnetjes hebben dit jaar nog helemaal geen cadeautjes gehad. Allemaal niet. Nee, Sinterklaas. En ik had een hele mooie tekening gemaakt. En die ligt er nog steeds. Nou, wat raar. En dat terwijl er toch een nieuwe Sinterklaas is. Zeg, wat moet er daar? Waar was die snotters? Dag, Sinterklaas. U moet rusten. Heeft iets kunnen ontdekken? Nee. De commissaris kwam te vroeg binnen. En ik was bijna mijn baan kwijt. Uw baan kwijt? Ja. Maar waar is die foto dan? Die had de commissaris meegenomen. Dan moet je die gaan halen. U. Dan moet u die gaan halen. Waarom fluister je zo? Gewoon, dag commissaris.
wou zeggen dat ik nog even naar kantoor ben en dat ik morgen later ben. Ja, goed, commissaris. Ja. Stil, tante. Het is deze kant op. Stil, ja. Maar laten we wel een beetje opschieten, hoor. Want ik heb het er niks op. Ho! Stil. Ik zei niks. Dat bedoel ik niet. Ik hoor voetstappen. Oh, waar moeten we heen? Snel, hierheen. Zijn ze weg. Mooi. Joris! Joris! Wat? Ze hebben Til te pakken. Nee. Maar wacht even. Pendule Piet. Ja. Help onthouden. B-R-E-I-M-M-P-S-I-M-T. Heb je dat? Ja, probeer te zeggen dat het een nepzit is. Groot nieuws. Dat kan wachten. Ze hebben het al verteld. Wat? En Pendule Piet, die probeert ons nu te seinen dat die dokter Brein toch echt een echte nepzint is. Ja. Mooi. Kijk, dokter Ferdinand. Wie? Dokter Ferdinand, dat is de dokter die Sinterklaas behandelt. Nee. Dokter Ferdinand. Laat hem nou even uitspreken. Dokter Ferdinand. Dokter Ferdinand is de vader van dokter Brein. Oh. Hoe zegt dat dan meteen? Oh! Oh, boy. Zo, Tilletje. Dan ga jij me eens even haarfijn uitleggen wat jullie van plan waren. Ik zeg niks. Nada noppes. Niks. Sorry, tante. Maar het is gelukt. Niet verkraaien dat je ze gewaarschuwd hebt. Oeps. Wie heb je gewaarschuwd dan? Wat heb je gewaarschuwd? Joris, Boris, bind Pendule Piet vast. Hier wil ik het fijne van weten. Dit voelt niet goed. Dit voelt helemaal niet goed. Kijk. Dokter Ferdinand heeft een medicijn uitgevonden... waarbij hij de mensen laat zeggen wat ze moeten zeggen... en dat hij de mensen laat geloven wat ze moeten geloven. Punt. Het is gewoon een goochelaar. Ja, natuurlijk. Uit zichzelf zou Sinterklaas dit nooit hebben gedaan. En daarom denken wij dat dokter Ferdinand hem telkens nieuwe dingetjes geeft. Die arme Sint. Hij is gewoon zichzelf niet meer. Zeg, hou nou eens even op. Vertel liever wat we moeten gaan doen. De Pendule Piet en tante Til zitten in het kasteel. Sinterklaas, die is de kluts kwijt. En wij zitten in het tentenkamp. Sst. Sst. Wat? Ik hoor weer wat. Oh, meneer Glinster, waar komt u nou vandaan? Zeg, trek eens even wat aan, is wat je kou. Ik zocht jullie, ik maak me zorgen. Ik had vandaag dat nieuwe Sinterklaasvrouwenmensen bij me in de winkel. En ze kocht alleen maar cadeautjes. Nou, dan gaat ze eindelijk haar werk doen. Ja, nee. Nou ja, dat dacht ik dus ook. Maar in het bubbelbad vertelde ze me dus. Bubbelbad? Ja, ze vroeg me mee te gaan naar een verwend kuuroord. En ik heb haar laten verleiden door haar mooie ogen. En in het bubbelbad vertelde ze me dus dat ze alle juwelen voor haarzelf gaat houden. Dus vandaar dat ik meteen hier naartoe ben gekomen. Het is een hele
Hele slechte Sinterklaas. En nou ben ik het zo zat. Ik ga ervoor zorgen dat dat kasteel weer van ons wordt. Om te beginnen, dan ga ik ervoor zorgen dat Sinterklaas wordt bevrijd. Oh ja, de bok. En hoe ga je dat dan aanpakken? Dat kan me niet bommen. Als het maar gebeurt. Als het maar gebeurt. Dokter Brein, weet u al wat er is? Ze zijn iets van plan erbuiten. Ik voel het aan mijn water. Die akelige tante Til en Pendule Piet, die laten niets los. Ze zwijgen als het graf. Oh, en uw vader, heeft hij al gebeld? Jazeker. In het ziekenhuis is alles onder controle. De zwarte pieten mogen niet meer bij Sinterklaas komen. Dus voorlopig is dat veilig. Zeg, Van Brummelen. Ja, Sinterklaas. Wilt u toch stiekem een glaasje bisschopswijn? Nee, ik heb een vraag. Ik heb af en toe het idee dat ik er niet goed aan heb gedaan dat ik ben gestopt. Meent u dat nou? Ja, het is een lastig gevoel, Van Brummelen, maar ik had dat gewoon niet moeten doen. Maar kunnen zij en u dan, ik bedoel... Nee, dat kan ook niet. Ik heb dokter Brein de taak overgedragen. Zij heeft nu het grote boek. Dat heb ik haar gegeven. Maar daar moet ik wel een hele goede reden voor hebben gehad. Maar welke? We moeten toch die kant op? Ik ga gewoon. Ideaal. Een resort aan het strand. €500, inclusief via internet. Zicht op vakantie.nl. Je zou een dief zijn van je eigen portemonnee die ze doen. Trouwens, ik heb van mij die DVD nog voor de Adams Family. Die moet ik wel terug, vader. Kan ik u helpen? Goedendag, ik kom voor Sinterklaas. Je bent toch niet door de Pieter gestuurd? Nee, Sinterklaas is door mijn toedoen van het dak afgevallen. En nu kom ik wat mandarijntjes brengen. Ja, natuurlijk. Maar houd het alsjeblieft kort. Fase 3. Diego, go! Oh, dokter. Dokter Ferdinand. Wat doe jij hier? Pieter mag hier niet meer komen. Nee, dat zit zo. Ik heb namelijk mijn liedje af voor Sinterklaas. En ik denk, nu laat ik het even horen aan de Sint en aan u. Start fase 4. Het is hier een ziekenhuis en geen Pieterkermis. En ik kom voor Sinterklaas. Wat doe jij nu weer? Je weet dat je Sinterklaas niet meer mag zien. Ja, dat zegt hij ook tegen mij. Ik mag niet eens Sinterklaas, terwijl ik een prachtig liedje heb geschreven. Ik heb een hartstikke mooi boeket voor hem gekocht, van mijn eigen geld, want hij is heel erg ziek. Go! 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 Hij is heel erg ziek. Jullie moeten weg, je hebt hier niets te zoeken. Muzikale vrijheid, hup. Ik ga een liedje zingen voor de Sint of voor u, wat u wilt zelf. Ik wil niet voor uw bloemen geven, ik wil ze nu geven. Ja, ik wil nu gewoon zingen. Daar is hij al toe. Weg, jij, weg. En die bloemen, die geef ik wel aan Sinterklaas. Weg hier. Stop! Dacht u nu werkelijk hiermee uit de voeten te komen? Uit de voeten te komen? Wat bedoelt u? U heeft Sinterklaas ontvoerd. Dag dokter. Slokje. Mevrouw Dakjes is de Bob. Diana, niet Bob.
Waar is Sinterklaas? Er komt iemand aan. Dan moeten we opschieten. Jongens, schiet op. Breng Sinterklaas in veiligheid. Is iedereen er klaar voor, denk je? Volgens mij is iedereen er klaar voor, juffrouw Pita. Goed, dan gaan we nu voor eens en voor altijd een einde maken aan die onzin. Ja, spannend. Ja. Pieten! 1, 2, 3, huppatee, ten aanval! Jee! Doen jullie wel voorzichtig? Oh, shame behind! Dr. Brein! Oh, juffrouw Pita, wat gaan ze nu allemaal doen? Volgens mijn planning stormen ze nu die ophaalbrug over en rammen ze die poort open. Ja. Klopt dat, juffrouw Pita? Ja, dat klopt helemaal. En in geval van mislukking heb ik dan dus nog een geheim B-plan. Een B-plan? Ja. Maar dat staat helemaal niet in mijn planning. Nee, dat klopt, want het is geheim. Een geheim geheim. Weer zo'n stom kind. Ach, een tekening. Jij krijgt van Sinterklaas in je schoentje een oude wartel. Oh, Jamie. Oh, dokter Brein. Oh, dokter Brein. Joris, wat doe je nou weer paniekerig? Ik heb wel een reden om paniekerig te doen. Het gaat helemaal de verkeerde kant op. Wat gaat helemaal de verkeerde kant op? Nou, dan moet je maar eens meekomen. Dan moet je maar eens kijken hier zo. Wat hebben jullie gedaan? Dat gaat je geen ene zo aan. Maar de verlossing is nabij. Denk ik. Verlossing? Verlossing? Noem dat maar verlossing. Het enige wat ik zie is een veld vol enge pieten. Ja, nou piep je wel anders, hè? Ha. Ik ga u bellen. Papi. Ik ga papi bellen. Tante. Ha? Wat gaat er allemaal gebeuren? Dat weet ik niet, jongen. Oh, alle penselen in de pot vernis. Er moet een einde komen aan deze onzin. Desnoods met geweld. En op de brein. Die gaat helemaal niet de goede kant op zo. Wat moeten we nu? Nou, rustig nog maar. De Pieten mogen dan het kasteel veroverd hebben. Maar ik heb het grote boek, dus ik ben nog steeds Sinterklaas. Ze vluchten! Ze vluchten! Wie? Nou, daar, die dokter Brein en Joris en Boris. Ze vluchten gewoon! Ah, nee! Alles voor niks! Lieve, lieve Pieten, dank je wel. Dokter Brein is ontvlucht. Maar we hebben ons kasteel weer terug. Yeah!
Is het de bok gelukt? Wat? Sinterklaas komt eraan. Yeah! Sinterklaas komt eraan. Hallo? Oh, Poppy, eindelijk. Ja, alles is hier misgegaan. Wat zeg je? Ja, nee, natuurlijk heb ik het grote boek nog. Ja, nee, ik tref je in ons huis op Curaçao, goed? Wat? Ja, nee, natuurlijk niet hier in Nederland. Dat is toch veel te gevaarlijk? Ik zie je daar, ja? Dag, papi. Dag, papi. Pieter, ik ben erg blij dat ik weer terug ben. Maar laten we eerst eens wat orde op zaken stellen. Ja. Om te beginnen met... Ja, maar dat is tante Til. Och ja, met Pendule Piet, Sint. Die hebben de hele tijd hier opgesloten gezeten in het kasteel. Oh. Oh, Sinterklaas. Wat ben ik blij dat ik u zie. Sinterklaas! Oh, voelt u zich al wat beter? Of wilt u nog steeds stoppen? Nee, Tilletje. Toen ik helemaal uit het ziekenhuis was, ging het juist beter. Oh. Ik wil helemaal niet stoppen. Ik wil gewoon Sinterklaas blijven. Hallo! Oh jee, ja, oh, spijt me zo, Til. Maar wat, Sinterklaas? Ik moet nu eerst mijn boek terug hebben. Zonder dat boek krijgt niemand een cadeau. Helemaal niemand, Sinterklaas? Nee, helemaal niemand. Zonder het grote boek is het Sinterklaasfeest voorbij. En Sinterklaas, hoe is het eigenlijk afgelopen met dokter Ferdinand? Daar is inspector Jankers nu mee bezig. Wat ik me afvraag is... waar is toch dat boevengespuis gebleven? Geweldig, dokter Brein. Wat stonden ze raar te kijken, hè? Toen we zomaar op hun vliegveld landen met een luchtballon. Ja, dat is allemaal leuk en aardig, jongens. Maar we moeten nou echt opschieten, want we gaan het grote boek verstoppen voordat er verder vreemde dingen mee gaan gebeuren. Oh ja, en Shampie, hey, ze mogen ons natuurlijk ook helemaal niet ontdekken, dus misschien moeten we wat onze outfit of onze kleding of ons gedoetje doen. Oh, Shampie, dokter Brein. Daar ben ik stom geweest. Het is dat u het zelf zegt, commissaris. Het is dat u het zelf zegt. Commissaris, ik heb vernomen dat er een luchtballon onderweg is naar Curaçao. Een luchtballon? Ja. Naar Curaçao? Ja, ja, en daar woont dokter Ferdinand en hier dokter Brein. Hmm. En daar wil jij... Juist, commissaris. Juist. Hmm. Daar ben ik stom geweest. Hier is uw tas. Namens Arkevlei, veel succes. Oh ja, dank u wel, jonge dame. Vasthouden. En u, inspecteur. Wat? En u? En u? Dokter Brein vinden. Ja, en dokter Ferdinand. Ja. Ja, en Joris en Boris natuurlijk. Ja, en dat hele grote boek van Sinterklaas. Oh, perfect, zo is het ook als ik het in mijn planning heb staan. Mooi, en dat adres van dokter Ferdinand, waar is dat? Ja, die heb ik niet. Die heeft hij niet. Die heeft hij niet. Nee. Ik heb het adres niet. Hij heeft het adres niet. Nee. Nou ja, dan zal ik maar weer voor inspecteur gaan spelen. Ik ben benieuwd. Nou, dan is het een mannetje. Kijk, jongens. Zo ziet niemand dat we niet van hier zijn. Oh, Shampie, hey, dokter Brein. Maar ik moet wel zeggen, van al dat geren en van al dat gevliegen... heb ik wel best een heel erg slokje dorst gekregen. Nou, rustig maar, Joris. We gaan zo lekker wat drinken. En dan wachten we net zo lang tot papi er is. En dan verdwijnen we voorgoed met het grote boek. Oh, u bent geniaal. Dank. Meesterlijk. Dank. En zo berekenend. Oh, en bovendien zo mooi.
Hello, sir. I'm a doctor on holiday. But I'm also a klein beetje alleen. Nou, is dat op zich niet zo'n probleem. Maar ik dacht, maybe we can go together to the strand to swim. With the dolphins. I'm a doctor on holiday. Nou, ik zeg het jullie. Dat boevige spuis, dat breng ik zo thuis. Dat rijmt, inspecteur. Rijmt. Ja, maar inspecteur, hè, volgens mij kunnen we ze hier nooit vinden. Nou, inderdaad. We hebben overal gezocht, jongens. Ik geef het op, inspecteur. Ik ruik. Ze zijn hier ergens in de buurt. Ik ruik helemaal niks, inspecteur. Ah, daar is ze. Heerlijk. Enorme dorst. Oh, schijmpje, dokter Brein. Dit is nou echt een goede leven. Ik hoef niet meer. Nee, is niet gek. Zit je vol met een kleine lichaam van je? Nou, zeg, ik wil het een beetje gezellig houden. Dokter Brein! Weg! Ja, maar nou, ja, zeg, wie denkt ze wel dat ze is? Ingestort clubhuis. Oh, hello, sir. I'm a doctor on holiday. And I really want to swim together on the beach with the dolphins. I'm a doctor on holiday. Please. Inspecteur! Die kant op. Ah. Nee, inspecteur! Piet, luister nou even naar de inspecteur, ja? We moeten niet die kant op. We moeten die kant op. Ze zitten daar op het terrasje. Oh, inspecteur, daar zitten ze. Ja. Oeh, wat nu, jongens? Ja, we moeten dat boek te pakken zien te krijgen. We hebben een probleem. Hé, waarom? Ze heeft dat boek helemaal niet bij zich. Oh, inspecteur, ze zijn opgestaan. Ze gaan er vandoor. De telefoon. Ah, waar zou je papi hebben? Hallo, met Breintje. Wat? Nee? Ja? Dan moet je eens heel goed naar me luisteren. En luister zeer goed, want ik zeg het maar één keer. Ik ben best bereid om jou te ontmoeten. Maar dan kom je alleen. En zo niet, dan zal ik het grote boek voorgoed vernietigen. Heb je me gehoord? Voorgoed vernietigen. Wie was dat? Jankers. Inspecteur Jankers wil me ontmoeten. Sint, ik ben hier. Ja. Wordt er hier wel gezongen? Nee, Sinterklaas. Hier wordt ook al niet gezongen. Gaat het wel, Sinterklaas? U bent ineens zo stil. Ja. Ik besef me nu pas dat ik eigenlijk voor alle kinderen hun Sinterklaas ben. Hoe bedoelt u? Nou, kijk nou eens zelf. Er staan geen schoentjes bij de kachel. Jij hoort geen liedjes zingen. Dokter Brein heeft ze ook helemaal geen cadeautjes gegeven. Nee. Zo wordt het natuurlijk helemaal niks met het Sinterklaasfeest. Ik hoop zo dat ze met een oplossing komen. Dit kan echt niet langer zo. Als ik mijn grote boek weer terug heb, dan kunnen we de schoentjes weer gaan vullen. En de cadeautjes op 5 december rondbrengen. Oh. Heb je al wat gehoord van Jankers en de Pieten? Nee, Sinterklaas. Nee? Er is nog geen nieuws. Zo, inspecteurtje. Eindelijk treffen wij elkaar. Ja. En ik vraag me af wat er aan de hand is, waarom je mij wil spreken. Nou, dat is nogal simpel, dokter Brein. He? Uw vader die had Sinterklaas heel slecht behandeld en daardoor bent u nu de nieuwe Sinterklaas. Ja, goed hè. En u snapt wel dat u daar niet ongestraft mee weg kan komen, hè? Nou, ik kom hier wel ongestraft mee weg, hoor. Dat zie je toch? Ik zit hier heerlijk, prinsheerlijk, zou ik bijna willen zeggen, op Curaçao. Ik geef u één kans om uw vader aan ons over te dragen. Doe niet zo bespottelijk, zeg. Kan je mij net zo goed meteen in de boeien staan? En dat doe jij toch niet, hè, inspecteurtje? Geef mij één reden om dat niet te doen, dokter Breintje.
omdat Sinterklaas mij zelf benoemd heeft. Bovendien, als jij mij arresteert, is het grote boek van Sinterklaas voorgoed verdwenen. En dat wil jij toch zeker niet op je geweten hebben, hè, inspecteurtje? Nee, juist. Jij bent volgens mij echt een beetje de weg kwijt. Ik heb hier alle troeven in handen. Ik zou daar maar niet zo zeker van zijn, dokter Brein. Hoezo? U hebt dat grote boek zelf verstopt. Ja, maar waar? Onder de grote Julianabrug. Oh ja? Ja. En ik zal hoogstpersoonlijk voor zorgen dat dat grote boek bij mij terugkomt. Dokter Brein. Ja, ja. Sukkel. Zo, ik denk dat dokter Brein nu denkt dat wij denken dat dat grote boek onder de Julianabrug ligt. Aha, kom op, dan gaan we het daar gelijk maken. Het ligt daar niet. Niet? Nee. Maar waarom zegt u dat dan? Om haar zenuwachtig te maken. Oh, dus je weet zelf helemaal niet zeker of dat grote boek daar wel ligt? Nee. Niet? Nee. Maar als u niet weet waar dat boek ligt, en u weet nooit waar dat grote boek ligt, dan krijgen we het toch ook nooit te pakken? Kijk, ik denk dat ik dokter Brein ken en ze zal dus alles doen om dat hele grote boek in veiligheid te brengen. En dan weten we wel weer waar dat boek ligt? Ja. Ik snap hier helemaal niks meer van. Kom mee. Ha. Ah. Oh, schermpje, dokter Brein, hier zijn we. Hallo, jongens. Zeg, we moeten opschieten. Jankers, die denkt dat we het grote boek verstopt hebben onder de Julianabrug. Oh, schermpje, hé, maar dokter Brein, dan moeten we dat daar nu gelijk vandaan halen, hé. Ben toch niet achterlijk? Dan ligt het helemaal niet. Laat ze maar lekker zoeken, hoor. Oh. Hallo? Hallo? Dokter Brein, je vader hier. Ja. Ik ben een Curaçao. Ja. Ik wil dat je nu onmiddellijk met het grote boek naar me toe komt. Ja, ja, dat weet ik wel te vinden, hoor. Ja, goed, papi. Oké. Oké. Wat was dat nou weer? Dat was papi. Hij wil dat we het grote boek ophalen en naar hem toe brengen. Ja, schermpje, hij, is dat nou wel slim? Slim! Slim! Alles wat papi zegt is altijd slim. Je moet je ouders gehoorzamen, altijd. Ja, maar we kunnen toch niet altijd... En wij gehoorzamen dokter Brein. Ja, schiet op! Ja, schiet op! Blijven hier, op de uitkijk staan. Goed opletten. Ik ga nu het boek halen. Ja, ga maar gauw. Ja. Ja, ja, ja. Inspecteur. Ja. Inspecteur. Ja. Volgens mij gingen ze die kant op. Ja. Nou, dan had ze hier dat grote boek van Sinterklaas verstopt. Hier? Ja. Ja, ja, en het mooie is, volgens mijn planning... Ja, en de kaart. Is dit de enige toegang tot de ruïne van Landhuis Zorgvliet? Ah, dat betekent dat ze in de val zitten. Heel goed. In de val. Punt. Oh, shampoo, hé. Oh, dit gaat helemaal niet goed zo. Laten we maar op dokter Brein wachten. Oh, en wat dan? Dus moeten we vluchten. Vluchten? Vluchten kan je niet meer. Ik zou niet weten hoe. Oh, shampoo, Boris. Ik heb een idee. Ik heb een plannetje. Inderdaad. Oh, ik ben geniaal! Briljant! Jij? Wacht hier. Ja, maar ik had een plan. Oh.
Hallo. Hallo meneer, ik kom voor Sinterklaas. Dat ben ik. Nee, dat bent u toch niet? Sinterklaas was toch die mevrouw, u was toch gestopt? Ja, dat is wel zo, maar misschien kan ik je helpen. Die mevrouw, die is er even niet. Ik heb nu al 4 avonden geen snoepgoed meer in mijn schoen gehad. En ook geen cadeautjes en het paard heeft ook de winterpeen niet meegenomen. Oh? Het spijt me heel erg, meisje. Meisje? Maar weet u dan niet hoe ik heet? Het spijt me heel erg, maar dat kan me niet binnenschieten. Sorry. Ik moet nu echt heel snel mijn grote boek terug hebben. Jongens, jongens, ik heb het boek. Sst, wat? Sst. Wat is dat? Nou, dit is de ingang van de ruïne. Daar komt dokter Brein met dat grote boek van Sinterklaas om de hoek. Uh-huh. Om de hoek, deze kant op. Inspecteur. Ja, Joris, deze kant op. Inspecteur. Deze kant. Inspecteur. Joris, Boris en dokter Brein lopen daar. Daar, inspecteur. Erachteraan. Dag, Jonkers. Wegrijden! Kom. Inspecteur! Ja, wat? Het wiel is eraf! Wat? Het wiel is eraf! Het wiel is eraf! Ja, en niet alleen hier, hier, daar ook al! Oh jee, jongens, en de motorkap! Nee. Oh. Zo. Nou, gelukkig dat we het boek nog hebben, jongens. Oh, shampje, dokter Brein. Ik vind het allemaal veel spannend. Ik kan hier allemaal helemaal niet meer tegen. Het scheelt ook maar een haartje. Wat gaan we nu dan weer doen? Nu gaan we... Moment. Dokter Brein. Papi. Ja, papi. Ja, dat is goed, papi. Natuurlijk. Ja. Goed, papi. Dag, papi. Dat was papi. Nou, jongens, even heel goed opletten. Wij gaan ons nu eerst verkleden. Ja? Dat gaan we snel doen. Dan brengen jullie mij met de auto naar de rotsen van de Boca. Daar wacht papi op ons. En daar ga ik met mijn papi schuilhouden. En wat gaan wij dan doen? Jullie gaan als de wieden weer gaan naar het vliegveld. Dan kopen jullie 4 vliegtickets. En zodra jullie die hebben, komen jullie naar de Boca om papi en mij op te halen. Oh, shampie, dokter Brein. Het is allemaal helemaal niet zo gelopen zoals het had moeten lopen. Nou, rustig nou maar, Joris. Hè? Het is dan misschien niet allemaal gelopen zoals we hadden gepland. Maar het Sinterklaasfeest is voor goed en einde. Want ik heb nog altijd het boek. En dat ga ik daar van de rotsen in zee smijten. Wat is het mooi hier, hè, papi? Schitterend. Ik was hier nog nooit geweest. Nog nooit geweest? We hebben hier vaker gestaan, toch? Heb je het grote boek? Ja, natuurlijk. En hier ga ik voor eens en voor altijd een eind maken aan het Sinterklaasfeest. Ik arresteer je vanwege de samenzwering tegen Sinterklaas, samen met je vader. Maar dat was toch ons plannetje? Dat hebben we toch samen bedacht, papi? Dokter Brein, ik ben je papi niet.
Jongens, ik heb goed nieuws voor jullie. De gemene dokter Brein is opgepakt en zit in de gevangenis. Oh, ik hoor dat Sinterklaas komt eraan. Welkom, Sinterklaas. Ja, dames en heren, en speciaal voor Sinterklaas is hier de minister-president. Dag, Sinterklaas. Fijn dat u hier weer bent en dat u weer helemaal gezond bent. En Sinterklaas, ik heb een verrassing voor u. Oh? Kijk eens wat we hier hebben. Oh. Alsjeblieft, Sinterklaas. Uw grote boek. Nou, dankjewel, Chris. Ja, Sint-Nicolaas, en we hebben nog een verrassing voor u. Ja, sorry, mevrouw de minister-president, mag ik even uw plekje nemen? Ga uw gang. Sinterklaas. Nee, u hoeft niet bang voor me te zijn. Ik gooi u echt niet van het podium af. Het is me een ontzettende grote eer om u hier vandaag namens allerlei hele belangrijke nationale en internationale organisaties en natuurlijk ook namens mijzelf te mogen overhandigen. En dit is voor de rest van uw leven het internationale dagbewijs. Alsjeblieft, Sinterklaas. Dankjewel. Maar Sinterklaas, u moet me één ding beloven. Wilt u dan wel dit altijd bij u hebben? Heeft u een binnenzak? Ik zal zorgen dat ik het altijd bij me heb. Ik heb natuurlijk altijd toch de Pieter. Ja. Zo, laat het even zien. Ja, Sinterklaas, en wat vindt u daar nou van? Nou, ik vind het werkelijk. Heb ik toch mijn dakbewijs? Ja. Nou, eens even vast. Ja. Mooi, hè? Nou, lieve kinderen, ik heb mijn boek weer terug. Ik heb mijn dakbewijs dan toch eindelijk. Hè? Ik denk dat we er weer een heel groot feest van kunnen gaan maken. En ik heb ook nog een verrassing voor jullie allemaal. Jullie mogen vanavond allemaal je schoen zetten. Oh. Zeg, heb je Diego soms ergens gezien? Diego? Ja. Nee. Mooi, hè? Wat is het toch mooi als alles goed afloopt? Hè? Goed, al goed. Maar in het begin was ik best wel zenuwachtig, hoor. Waarom? Oh ja, Marines nevenkind! Je zou ons nog vertellen hoe je het allemaal hebt geflikt. Nou kijk, toen wij besloten hadden dat Sinterklaas bevrijd moest worden, ben ik samen met Diego en kleine Chrisje naar het ziekenhuis gegaan. En daar hebben we een helikopter laten komen en hebben we Sinterklaas met de helikopter zo weg laten vliegen en was hij zo ontsnapt. En daarna zijn we samen met z'n drietjes naar binnen gegaan. Wat gebeurt er hier? Laat me los, laat me los! Ik ben dokter Ferdinand. En toen heeft Diego bij mij zo een masker opgebracht. Zodat ik leek op dokter Ferdinand. Wat uitstekend! En uiteindelijk ben ik met dat masker op in het vliegtuig gestapt naar Curaçao. Oh. Ik had het graag gezien. Goed gedaan, kindje. Sinterklaas! Sinterklaas, ik heb hem gevonden. Oh, dat is mooi. Lieve kinderen, we gaan het feestje nog wat groter maken. Piet, kom er eens bij. Deze Piet noemen jullie eigenlijk nooit bij zijn voornaam. Maar vanaf nu noemen we je Diego. Echt waar? Oh, Sint, weet u nog dat u vroeg of ik een liedje voor u wilde schrijven? Ja. Ik heb zo'n mooi liedje voor u geschreven. Maar ik heb ook iets heel moois voor jou. Wow. Dan ben ik dus voortaan echt Diego.
Ik ga gelijk voor u zingen. En voor alle kindertjes hier. Het is een mysterie, het is de grote vraag. Er was nooit een antwoord tot aan vandaag. Als jij het wil weten, vraag het aan mij. Het geheim van het grote boek, dat ben jij. Duizenden namen staan daar op een rij. En ik weet het zeker, jij staat erbij. Maar vraag me niet wat de Sint van jou vindt. Want dat is en dat blijft het geheim van de Sint. In het boek van Sinterklaas staat alles wat de Sint moet weten over alle kinderen. Er staat in wat die te zien, die s'avonds op de daken kijken naar ieder kind. Als jij het boek nu lezen zou, het maakt niet uit, ik denk dat jij het ook niet zult vinden. Het geheim van het grote boek is alleen maar bekend bij de Sint. Alle problemen zijn de wereld uit? Ja, alle problemen zijn de wereld uit. Mooi. Maar volgend jaar dan?